De Diabetesvereniging Suriname heeft gisteren een informatiebijeenkomst gehouden over een nieuw online systeem dat geïntroduceerd wordt voor artsen en deskundigen. Elke maand heeft de vereniging een themaavond waarbij een specialist of deskundige een inleiding over een belangrijk onderwerp houdt. Glenn Oelers, cardioloog, heeft de aanwezigen meer uitleg gegeven over het online systeem. Alleen de specialist die een diabetespatiënt behandelt, heeft toegang tot de gegevens van de desbetreffende patiënt, legt Oelers verder uit. Dit is wat ik u even wil laten zien. Wat ik u net zei van wie allemaal betrokken is bij uw behandeling. Dat is de huisarts, de internist, het laboratorium, diabetesverpleegkundige, de diëtist, eventueel de chirurg, de oogarts, de voedspecialist en zo kun je nog een paar anderen erbij doen. Met het dossier van u, u staat centraal. Met het dossier hebben we ze allemaal bij elkaar gebracht in een, wat we noemen, een virtuele wereld. Dus de internist waar je naartoe gaat, kan inzien in uw dossier. Maar hij kan ook bevoegdheid krijgen om bepaalde handelingen te doen. Want we willen niet dat iedereen in het systeem gaat werken voor een Kobroya-systeem. Oelers geeft verder aan dat het systeem een hulpmiddel wordt voor de huisarts. Deze kan zien hoe en wanneer de voorgeschreven medicijnen zijn aangepast. Het systeem is volledig voor Suriname aangepast. Het enige dat ik niet aangepast heb, dat is de lijst van medicamenten. Omdat dat heel uitgebreid is in Nederland en wij ongeveer dezelfde medicijnen gebruiken. Wij hebben een klapper, medicijnenklapper, waar een klein deel van wat in Nederland of in de wereld gegeven wordt, voorkomt. Dus we kunnen dat zo. Dat is het enige dat ik gelaten heb. En dan moet u een gebruikersnaam hier invullen. En de gebruikersnaam is niet uw naam. De gebruikersnaam hier is uw e-mailadres. Dus u zult een e-mail adres moeten hebben. Als u dat niet heeft, meestal heeft uw partner of uw kinderen of uw kleinkinderen dat wel. En dan kan dat ingevoerd worden. Aldus Glenn Oelers, cardioloog en inleider tijdens de informatieavond van de Diabetesvereniging Suriname. Hij sprak over een nieuw online systeem dat binnenkort voor artsen en deskundigen geïntroduceerd wordt. De informatieavond is gehouden in de Mantel en dat is aan de Keizerstraat.